de mensen, super dood jullie kijken deze gloednieuwe Fortnite weer in mijn kanaal Games 3 jongens. En vandaag heb ik iets super speciaals. Wij gaan namelijk spelen met een 20 jaar oud toetsenbord. Ik weet niet of je het kan zien, maar holy shit, dit ding is fucking smerig. Oh my god, oh, de kabel gaat ook al, what the fuck. Kijk één keer hoeveel stof erop zit. Hier lijkt wel een soort van spinnenwebben tussen te zitten. Het is echt een, echt een heel oud toetsenbord, holy fucking shit. Dus wij gaan natuurlijk kijken of wij met deze keyboard natuurlijk een Victory Royale kunnen halen in Fortnite. Ik ben super benieuwd, want ik ben normaal echt een super klein toetsenbordje gewend. Kijk één keer het verschil. Holy fucking shit. Dus we gaan met dit oude toetsenbord spelen. Maar jongens, ik heb iets super vets voor jullie namelijk. Ik ga namelijk dagelijks uploaden, maar er zit een maar aan. Ik dacht van, we kunnen wel weer standaard dagelijks gaan uploaden. Maar ik dacht, laten we iets super sies eraan vastmaken. We moeten namelijk elke video een like goal halen die ik gewoon in beeld zet en natuurlijk gewoon aankondig. En als we die like goal hebben gehaald, dan komt er volgende dag gelijk weer een nieuwe video online om 6:30 natuurlijk. Maar de like goal wordt natuurlijk per video 1000 likes hoger. Dus het wordt misschien wel een insane aantal. En misschien kunnen we het net niet halen of net wel. En misschien komen we op een punt dat het gewoon niet meer verder kan. Dus like deze video, want anders heb je straks zoveel ongeluk dat je alleen maar Fortnite mag spelen op een oud crack toetsenbord. En ik zeg je eerlijk, dat wil je echt niet hebben. Like binnen 5 seconden. Anders ben je de lul, denk ik. Want ja, dit is niet heel erg fris. Ja, Maar het like goal voor deze video is gewoon 1000 likes natuurlijk. Ik weet dat we het kunnen halen. Ik hoop dat we het kunnen halen, jongens. Dus natuurlijk, vergeet niet zeker een duimpje omhoog te doen. Vergeet natuurlijk ook niet te abonneren om naar je dagelijkse content niet te missen natuurlijk. Want we gaan super hard grinden natuurlijk. En we gaan super snel met de abonnees, jongens. Holy shit. Super bedankt voor alle support, jongens. En natuurlijk, in de vorige video had ik gezegd dat ik een gifting skin weg ging geven aan jullie. En dit is de nieuwe winnaar natuurlijk. Dus super gefeliciteerd natuurlijk. Ik ga jou toevoegen op Fortnite. En je zal zo snel mogelijk jouw skin in je locker krijgen. Maar jongens, ik moet dus deze toetsenbord gaan aansluiten. En ik zie jullie dan wel als dat ding aangesloten is. Nou jongens, de keyboard is aangesloten. Maar omdat die natuurlijk zo'n stuk groter is dan mijn keyboard die ik normaal gebruik, is het echt een stuk minder ruimte hier op mijn muismat. Maar dat moet goed komen. Maar holy shit, dat ding is pleuris groot en stoffig vooral. Wow, yo. Maar jongens, omdat natuurlijk we met een heel oud toetsenbord spelen, dacht ik, laten we dan ook gewoon met een hele oude skin spelen natuurlijk. En jullie kunnen het misschien al raden. Het is de enige echte Renegade Raider skin natuurlijk. Mijn lievelingsskin, mijn oudste skin, de OG's skin die ik ook gewoon heb. Dus we gaan met deze skin en het oude toetsenbord een game, een solo potje induiken. En we gaan het zien, jongens. Let's go. Laten we maar gewoon gaan naar de game. Let's get it. Zo, mensen zijn natuurlijk in het potje aangekomen en ik ga lekker naar Swedish Sense toe, jongens. En ik heb nu natuurlijk even in de lobby gelopen met dit toetsenbord, maar holy shit, het is... De knopjes zitten heel ver uit elkaar, dus het is heel erg wennen, maar we gaan het gewoon proberen, jongens. En ik hoop dat we gewoon een ziek potje met deze keyboard kunnen gaan neerzetten. Ik ben echt benieuwd. Het is wel een Logitech keyboard, dus ik hoop dat er iets nog van goede kwaliteit aan zit. In ieder geval, we gaan het gewoon zien, jongens. Oké, oké, er gaan wel mensen mee. Oké, dat is wel chill. Oké, ik moet gewoon gelijk een goede gun vinden, man. Het is op zich best wel raar, dit toetsenbord, maar het is nog best wel te doen. De knopjes zijn heel erg soepel of zo. Misschien wel iets te soepel, want ik... Ja, het is best wel raar indrukken. Oké, waar is hier iemand geland? Oh, een beetje lag spice. Oké, holy shit. Het is heel raar omdat het... Het indrukken is zo apart, ouwe. Maar oké, ik denk dat dit nog best wel kan lukken, ouwe. Oké, ik heb hier een kist. Oké, geef me iets van shields. Kom op. Oh, nice. Een grote pot. En een blauwe jak. Oké, dat is super chill. Holy fuck. Oké, we gaan ervoor, jongens. Ik ben benieuwd hoe mijn eerste kill eruit gaat zien met dit toetsenbord. Ik heb nog nooit met dit toetsenbord gespeeld, by the way. Hij lag op zolder, dus ik dacht van, ai, oké. Oh shit, ik zie daar iemand lopen. Oh my god, dat was scheef. Oh shit, oké. Natuurlijk, mijn aim is nog gewoon... hoort wel normaal te zijn, aangezien ik gewoon mijn eigen muis nog gebruik. Maar als jullie natuurlijk dit vaker willen zien, dat ik... Holy fuck, die nees kwamen best wel dichtbij. Oude shit van zolder gehalen, want ik heb namelijk nog een hele oude muis liggen. Dus misschien als jullie dat willen... Yo, laat het gewoon achter. Ik gooi deze kerel ook gewoon voor mijn nees. Fuck it. Ik weet niet of die er nog zit. Jawel. Oh shit, hij loopt net... Het kut is, ik heb geen shotgun, man. Dat is echt fucked up. Maar ik moet het er maar gewoon mee doen. Die kill zit daar binnen, je ziet hem. Hop, Nates. Oh my god, nice. Wow, ik dacht ik hem gesniped had. Holy shit, maar nee. Fuck, ik dacht dat ik er nog iemand hoorde, man. Kijk, geen idee of er nog iemand zit, maar hij heeft een shotgun, dus die moet ik hebben. Oké, oh shit. Dit bedoel ik. Geef me een shotgun. Nice, oké, let's go. Oké, hij komt sowieso het dak op. Nice, oké. Ik gooi gewoon een Nate. Oh my god, die shotgun is zo pauper. Oh my god, get owned. Woo! Holy shit, wat een kill. Oh my god, grijze tech, jongen. Let's get it. Alright, fuck, volgens mij hoor ik nog iemand. Ik hoor sowieso Chris. Oké, zie je? Soms kan ik, als ik een knopje indruk, dan reageert hij niet of zo. Dat is wel een ding. Oh my god, dat is best wel irritant trouwens.
Oké, maar holy shit, ouwe. Die kerel was wel even aangepakt, man. Holy fuck. We hebben al 2 kills, dat is super chill. En een grote pot gelijk weer, dus dat is super relaxed. Maar ik zweer het, ik druk dan mijn 1 in. Dat is zeg maar mijn pickaxe of 2, weet ik veel. En die knopjes werken niet zo heel snel. Er zit echt een delay in. Als ik het indruk, dat hij dan echt 6 seconden... Oké, 6 seconden. Gewoon een paar tellen later of zo pas gaat werken. Maar oké, op zich gaat editen gaan nog best wel decent, man. What the fuck? 100% dat hier nog iemand zit. Zo... Ja, ik hoor iemand. Ja. Holy shit. Die SMG is fucking sterk. Oké, hij gaat er vandoor. Oh my god, hij blijft zichzelf... Ik schrok me dood, ouwe. Oh my god, oké, mijn shield is wel loose, maar hey, we hebben de kill. Oh my god, what the fuck? Die kerel blaast er gewoon instant op, man. Wat een gekke man, ouwe. Oké, chill. Oeh, ik zie een boot. Ja. Stopt hij daar? Oh my god. Oh my god, wat een snipe. Hela, what the fuck, was dat geen headshot, man? Maar oh shit. Oh my god, die was fucking close. Nee, hij gaat met de boot. Shit, man. Oh, wacht, kan ik hem daar snipen? Als ik hem daar snipe, koekje. 100 euro. Oh my god, oké, hij was redelijk close. Oh, nee, man. Ik had echt verwacht dat dat een headshot zou zijn, man. Maar helaas. Ik heb zien. Hop. Ja, oké, het editen. Oh my god, dit wordt echt een ding, jongens, zo meteen. Als we gaan fighten, man. Holy fuck. Oké, dit verbaast me heel erg, maar ik ga iets meer naar het noorden toe. Want I want some kills, man. I want some action. Oh shit, ja. Oh my god. Letterlijk krijgen we actie. Oh shit, editings. Oké, ik kan die grote pot denk ik wel innemen. Oké, ik wil niet gesniped worden. Oh my god, hij was fucking low. Waarom doe je dat allemaal, jongen, bro? Hij was fucking low. Hey, easy kill, blauwe tag, you know. Aye, man. We hebben ook weer grote potten gehad. Hey, tot nu toe overleven we wel gewoon alles, man. Oké, het editen is wel echt een ding. Ik zeg je eerlijk, ik zit niks op te fokken hier. Of ik zit juist wel alles op te fokken. Maar, ik doe, dat is die delay of zo, man, in het toetsenbord. Het is zo apart. Je moet het maar zelf eens een keer fucking proberen, houden. Het is echt goud om te doen. Gewoon met een oud toetsenbord, gewoon van zolder of weet ik veel waar je hem hebt liggen. Gewoon een keer voor de gein aansluiten, jongens. Natuurlijk, op de PlayStation gaat het wat lastig, maar kan je ook wel proberen, toch? Maar het is wel een stuk lastiger als je controle gewend bent, of course. Maar het is zo apart om met oude gear gewoon te gaan spelen. Het is echt geweldig om te doen, ouwe. Ik zag iemand op die brug lopen, je ziet hem. Oh my god, hij gaat sowieso voor die truck. Wacht, hij wordt... Oh, nice. Oké, ik ga random RPG schieten. Shit, zijn fuck, kut, die RPG gaat zo slow. RPG! Ik ga gewoon het hele zooi onder RPG'en. Let's go! Boom! Die ging mis. Die gaat raak. Juist! Heb ik ze 2? Nee, ik heb er 1. Oh fuck, die gaat heel mis die. Holy, what the fuck! Is er nog iemand daar levend of niet? Ik heb geen idee. Oh shit, quick edits. Hop. Sowieso leeft er dan nog één, toch? Oh? Ze zijn allebei dood. Oh my god, oké, ik denk dat ik weet wat er is gebeurd. Die ene guy heeft die andere guy snel nog gekillt. Oh shit, ouwe. Oké, we hebben in ieder geval 5 kills, ouwe. Het gaat best wel nice. Die kerel is toch niet van de brug gesprongen? Dat kan natuurlijk... Oh. Hallo, motherfucker. Wat een smartass. Oh my god, hij was gewoon van de brug gesprongen. Die kerel verdient echt een prijs, ouwe. Oh shit, daar zit iemand. Oh, wacht, even die RPG snel stelen. Oké, nice. Er zit daar een guy. Vang een bitch. Oké, snel. Ik ga die kerel hier looten. Oh my god. Grapje. Oh! Oh my god. Ik kan daar niet bouwen. Oh my god, ik schrik me dood. Oké, ik heb een grote pot. Ga ik hem innemen? Ja. Oké, die kerel gaat 100% pushen. Ja, daar heb je hem al. Ik hoor een RPG. Oh my god, ik kon niet swappen. Ik maak geen grapje. Ik kon niet swappen naar mijn AR. Ik zat de hele tijd te schieten met mijn shotgun. Waar zit die knaap dat er toe? Oh, die zit daar boven, hè. Viespeuk. Ik kan niet swappen naar mijn AR. Wat is dat? Oh, shit. Oh my god. Oh my god. Ik moet hier weg. Oh, ik ga bijna dood hier. Shit. Oké, nice. Oh my god. Dit wordt mijn dood, die RPG. Ik zweer het. Oh my god, ik kom... What the fuck? Mijn muur is gepre-edit. Oh my god. Al mijn muurtjes zijn gepre-edit. Oh my god, hoe kan hij niet dood zijn? No way, we zijn 14e geworden, wat? The fuck you say to me, you little shit?
Alright boys, we zijn natuurlijk in het tweede potje aangekomen. We gaan het nog een keer proberen, maar even serieus. Dit toetsenbord leidt of zo een eigen leven, man. Ik zweer, hij doet dingen of niet, of juist weer wel wat ik niet wil hebben. Het is zo'n raar ding, het is echt heel apart. Maar we gaan het gewoon weer proberen, want ze zijn trouwens in Lazy Lake aan het landen. En holy shit, oké, volgens mij zijn het best wel druk. Ja man, oh shit. Ik denk wel iets van 10 mensen of zo. Let's go, got him. Let's go. Oh my god. Let's go. Got him. Let's go. Not the headshot. Let's go. Got him. Oh my god, ik moest echt zweten, man. Oh my god. Echt, die squeak pickaxe heb ik ook al echt jaren niet gebruikt. Ik zie... Mijn scope is weg. What the fuck? Mijn scope. What the heck? Wacht, wacht, oh, ik snipe die guy. Ik heb geen scope. Wacht, even swappen. Ik heb geen scope meer. Wat? Ik heb een gouden fucking sniper. Ik dacht van, ah, is goed wapen, toch? Ik heb gewoon fucking geen scope. Oh my god, dit is echt niet te doen. Dit is niet te doen. Wacht, ik drop dat ding even. Geef mijn scope terug. Ik heb geen scope. Oh, ik heb geen scope. Oh my god, what the fuck? Oh my god, als je nu gesniped wordt aan mij, dan ben je echt wel heel slecht. Oké, ik ga een beetje iets hierheen. Ik voel me hier wat meer op mijn gemak, op een of andere manier. Ik weet niet, tussen de bomen, lekker natuur. Chill hoor. Man, maar ik weet niet, man. Ik moet gewoon even veel... Ik wil die kerel wel gaan pushen, weet je. Maar ik durf gewoon niet te buildfighten met dit toetsenbord. Het reageert zo sloom. Ja, jullie zien natuurlijk alleen de gameplay, maar ik druk een knop in en ik zie het veel later pas gebeuren. Oh my god, what the fuck is daar gebouwd? Oké, daar zit misschien ook wel een chap, ergens aan deze kant. Ja, 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 ik zag hem lopen. Juist. Jongen, ik kan toch niet snipen zonder scope, man. What the fuck? Oké, we hebben in ieder geval... Wow, yo, die kerel heeft snel high ground. Maar weet je wat wij hebben? Een RPG inbound! Boom! Waar zit die guy? Hij loopt hier, hoor. Dat was niet zo slim. Kom op, bro! Wow, oké. Okay. Daar bouwde ik heel snel voor dit toetsenbord. Oh my god, deze guy is wel... Oh, er valt iets achter mij. Ik heb geen idee wat de fuck er was. Ik kan niet terug editen. Oké, okay, hij valt, hij valt. Oké, okay, mijn match is echt loose gewoon. Nice headshot. Grip, laatste RPG-kogel. Hij gaat pushen, hij gaat pushen. Let's go! Oh my god, nice. Oh my god, hij dacht sowieso... Hij is gesniped, weet je wel, door die vent in de verte. Holy fuck, en nice, we hebben ook weer rockets. Man, 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 man. Hoe heb ik dit nog overleefd? Even serieus, dit toetsenbord is zo lastig. Fuck, heb ik mijn scope weer terug? Nee man, wat is dat voor gejank? Er zit een kerel daar vol te campen. Oh shit. En daar ook. Oh shit, ik heb echt mensen nodig. Oh my god. Ik ben echt als de dood voor die kerel met die sniper. Want hij heeft een soort van... Ik weet niet of hij natuurlijk ook een scope heeft, ja of nee. Ik heb wel mensen nodig, dat weet ik wel. Hier zitten ook boys. Oh my god. Even uit zijn vuurlijn man. Holy fuck, die kerel zit me de hele tijd te snipen. Oh shit, hier is ook iemand. Ja bro, ik heb geen scope man. Ik weet gewoon niet waar ik snipe, zeg maar. Oké, die kerel, oh die wordt ingetrapt. Of het leek zo. Oké, ik moet mengen, ik moet mengen. Hij is fucking white, hij is fucking white. Oké, RPG, RPG reloaden. Oké, ik schiet hem hier. What the fuck, waarom vlieg... Let's go. Let's get it. Hij heeft sowieso mats, hij heeft sowieso mats. Oh, en de scar. En nog betere tech. Deze guy heeft alles. Holy shit. Oké, nice. Let's go. Holy fucking damn, ouwe. Oh shit. Ja, 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 ja. Oh fuck. Juist. Oké. Nog wat steen mee. Dank u wel. Oh, yo. Deze kerel heeft fucking veel mats, gast. Alright. Ik moet ietsjes... Wow. Dit is echt... Ik heb nog steeds geen scope. Ik word een beetje soort van... Ja, ik denk dat... Ik weet niet. Oeh. Ik wil gewoon een sniper kill pakken zonder scope. Dat lijkt me zo grappig.
Oh shit, er zat een guy daar. Ik zie hem lopen. Maar ik weet niet of hierboven nog iemand zit. Ik wil eigenlijk mijn rockets bewaren, maar ik schiet er wel even kapot. Oké, ja, daar zijn mensen. Boom! Shit, hij gaat ernaast. Hij is white, hij is fucking low, die guy. Waar zit die andere gast? Heeft hij jullie al dood? Nee. Er zitten twee gasten hier, zie je. Reload die RPG. Oké, ik heb er één dood door de storm. Nice. Die andere guy zit er ook. Ik ga snipen. Oh, sunscope! Oh, shit, ouwe! Holy fuck! Oh my god. Wow, what the fuck is dit nou weer? Yo, mensen zijn in de fucking season 1 aan het bouwen of zo. Holy shit, die snipe was nice. Dat was gewoon een fucking no-scope. Of no-scope? Eigenlijk wel. Letterlijk een no-scope. Hey, what the fuck? Dit is niet zo onaardig. Dat was letterlijk een no-scope. Oh, snap je? Goud, man. Oké, er zitten twee. Ik weet precies waar ze zitten, hè. Eentje zit daar, smiecht. Oh, die push is echt nice. Hier, vangen, bitch. Haha, die RPG is zo'n leuk, hè. Nee, oh, wat een viespeuk. Wat een viespeuk. Hij killstilt vol die chap. Oh my god, jongens. Ik zit, oh, ze zitten ook helemaal mee te draaien met mijn kop, gewoon. De season is daar. Ik durf gewoon niet te pushen. Ik zeg je eerlijk. Hij heeft geen match meer. Oh, lees zo. Jawel, hij heeft geen match meer. Nu heeft hij geen match meer. Ha ha ha! Hey bro, ik heb nog 400 match, vriend. Oh shit, maar dan moet ik ze wel gebruiken. Oh my god. Oh, hier is deze weer duiken. Let's go, man. Oh shit, ouwe. Woehoe. Hey, daar gaan we even bij zitten, man. Oh my god, wat een play. Dit toetsenbord is echt insane. We hebben gewoon gewonnen. Met dit fucking stoffige ding. Oh, gek. De stem gaat echt helemaal verkeerd. Oh my god, wat een spannend potje nog. Holy shit. Het zat echt niet mee, man. We hadden gewoon geen scope op onze sniper. De endgame was echt fucking lastig nog. Holy shit, wat een epic win, jongen. Nou jongens, hopelijk hebben jullie genoten van deze video. Ik hoop het wel. Ik vond het in ieder geval super grappig om met dit oude toetsenbord zo'n zieke win neer te zetten, jongens. Hopelijk vond je deze video leuk. Vrienden, zeker natuurlijk op die duimpjes omhoog te rammen. Want jongens, we moeten dus 1000 likes halen. Wilde natuurlijk morgen weer een nieuwe video zijn. Dus ik zou zeggen, vergeet niet zeker op die like knop te gooien. En ik sla mijn microfoon vol neer. Dat is niet zo handig. Vrienden, natuurlijk ook niet te abonneren, dat zou super dood zijn. We gaan super snel natuurlijk naar die 200.000 abonnees toe. En dat kunnen we alleen doen met jullie hulp natuurlijk. Dus super bedankt voor de support sowieso. We groeien echt insane ziek, dus super bedankt. En jongens, ik zou zeggen, liken, 1000 likes is morgen weer om half 7 een nieuwe video. Let's go, later mensen.